Maatschappij lid 2, criminaliteit, hoofdstuk 10, het vonnis en de kinderrechter. Schuldig of niet? In het vonnis kijkt de rechter naar een aantal vragen. Ten eerste kijkt hij of er wel voldoende bewijs is om iemand schuldig te verklaren. Ten tweede kijkt hij naar, is het wel strafbaar wat er is gebeurd? Vervolgens kijkt hij naar of de dader strafbaar is. Misschien was je wel ontoerekeningsvatbaar op dat moment. En als het bijvoorbeeld gaat om een dier, die kunnen niet strafbaar gesteld worden. Als deze drie vragen allemaal positief zijn beantwoord, gaat hij tenslotte kijken naar welke straf volgens de rechter toepasselijk is. Voor kinderen geldt het echter anders. Dan heb je te maken met het jeugdstrafrecht. Dus voor kinderen gelden andere regels. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kunnen niet voor de rechter komen. Ze zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, zoals dat heet. Veroorzaken ze echte schade, dan kunnen hun ouders aansprakelijk gesteld worden. In de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijg je te maken met de kinderrechter. De kinderrechter kan geen gevangenisstraf geven. En zittingen van de kinderrechter zijn achter gesloten deuren. Ze zijn niet openbaar. Kan geen pers of publiek bij. De kinderrechter kan natuurlijk wel straffen geven. Denk daarbij aan jeugddetentie, wat in de volksmond ook wel jeugdgevangenis wordt genoemd. OTS, wat staat voor onder toezichtstelling, en een opvoedingsinrichting. Als je toch nog jonger bent dan 18 en je pleegt een ernstig strafbaar feit, zoals moord, en de persoonlijkheid van de verdachte geeft er aanleiding toe, en ook de omstandigheden geven aanleiding toe, dan kan het zijn dat jij als minderjarige toch voor de volwassenen rechter moet. Dus dat je gewoon net als een volwassene wordt berecht. Een voorbeeld daarvan. Murad D. Een paar jaar geleden schoot leerling Murad D. de corrector van zijn school, het terreurcollege, dood. Hij zou in principe in aanmerking komen voor berechting op basis van het jeugdstrafrecht. Toch is Murad uiteindelijk als een volwassene berecht. Daarbij heeft de rechter wel gekeken naar de ernst van het strafbare feit. Het ging hier immers om moord. De omstandigheden waarom dit feit werd gepleegd. Het vond plaats midden op de dag. En in een door leerlingen en docenten bezochte kantine van de school. En de persoonlijkheid van de verdachte. Uiteindelijk heeft ook de Hoge Raad en de hoogste rechter in Nederland zich over deze zaak gebogen. De Hoge Raad vond ook dat de rechter een juiste keuze had gemaakt door Murad D. als volwassene te berechten. Murad is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en TBS. Deze straf kun je natuurlijk op basis van kinderrecht nooit geven, of het jeugdstrafrecht beter gezegd. Want de maximale straf daar is namelijk 24 maanden en een TBS-maatregel, die ken je in het jeugdstrafrecht niet.